Eindelijk staat hij er, de oplaadpaal voor elektrische auto's. 2 jaar geleden vroeg D66 er al om. We hebben 2 jaar moeten wachten, maar nu is hij er eindelijk. Slechts één van de vele voorstellen die D66 heeft gedaan om Oldenzaal te verduurzamen. Helaas hebben wij de afgelopen 2, 4 jaar eigenlijk zelfs moeten constateren dat bij het huidige college er geen enkele prioriteit is voor duurzaamheid. Het feit dat we 2 jaar op deze paal hebben moeten wachten is voorbeeld genoeg. Met D66 in het college zal er veel meer aandacht zijn voor duurzaamheid. Dus gaat duurzaamheid u ook na aan het hart? Stem dan op 19 maart D66. Dan maken we samen deze stad klaar voor de toekomst. En vooral duurzaam, zodat de toekomstige generaties er ook van kunnen genieten. Stem 19 maart D66.